is professor Borreboos met zijn assistent. Het zijn uitvinders. Nou, dat hebben we mooi voor elkaar, hè? Ja, deze keer wel. Hoe bedoel je deze keer wel? De laatste paar projecten van de professor waren niet zo goed afgelopen. Ja, en dat vind ik dan ook. Hij had deo bedacht die superlekker rook naar leer en koekjes. Maar helaas was de geur van deze deo niet te harde. Hij had ook een robot gemaakt die alles moest kunnen. Deze robot gaat jullie helpen. Hallo. Hij lijkt net een echt mens. En toch ben ik een robot. Hallo. Kan hij ook koffie zetten? Natuurlijk kan hij dat. Geef maar een demonstratie. Kom voor elkaar. Dit was echt geweldig. Verkeerd. Lepels. Nog meer lepels. Oh nee, onze keuken. Zet hem uit, zet hem uit. Weer een gefaald experiment. Borreboos had ook medicijnen gemaakt waarmee je alles durft. Ah ja, ik voel dat het werkt. Fijn dat je bij deze auditie bent. Gaan we een liedje zingen? And I will always love you! Dit was geen goede auditie. Gaan we heel erg. Maar de professor had me beloofd dat ik alles kon. Volgens mij is het misgegaan. Dus ik weet niet of we de tijdmachine moeten gebruiken. Wie zou nu zo dom zijn om in mijn tijdmachine te willen? Borreboos en zijn assistent gingen meteen op zoek naar kandidaten voor zijn tijdmachine. Ik denk dat ik een goede school heb gevonden. Moet je kijken. De Stapsteen, daar moeten we zijn. Basisschool De Stapsteen uit Herten had een bijzondere groep 8. Daar is gewoon pakketje. En er stond truitje aan. Doe eens wat leuks aan. Er zaten enorme pestkoppen in deze groep. Kunnen jullie dat nooit eens normaal doen? Kom dan, prillemand. Helaas bleef het niet bij de pestkoppen. Hé, hey, heb je die nieuwe filter gezien op Snapchat? Wow, kijk vet. Dit is echt nice. Stop die telefoon nou eens weg. We zijn bezig met een les. Een paar kinderen vonden het gedrag van hun klasgenoten erg irritant. En de meester die wist zich af en toe geen raad. We zijn nu met een les bezig. Een paar kinderen wisten niets van geschiedenis en hadden bijvoorbeeld nog nooit van Julius Caesar gehoord. Huh? Wie is Caesar nou weer? Dat is toch dat beroemde schattige hondje? Oh ja! Nee, dat is een beroemde keizer. Caesar betekent keizer. En waarom moeten wij dit weten? Dit is geschiedenis, dit is toch belangrijk om te weten? Maar die fan is toch al lang dood? Ja, dat klopt, maar wil je weten wat ze voor ons hebben gedaan? Dat is heel veel. Nou, dat zou mij wel interesseren. Rare jongens die Romeinen. De meester was ten einde raad. Kom maar binnen. Het was professor Borreboos. Wat ziet die meneer er raar uit? Ik ben professor Borreboos. En ik ben zijn assistent. Mag ik vragen wat jullie komen doen? Ik heb een tijdmachine gemaakt. Huh? Wat? Een tijdmachine? Dat kan toch niet? Borreboos werd uitgelachen. Een tijdmachine? Dat kan toch niet? Jullie hoeven niet te lachen. Het is echt waar. Jullie krijgen de kans om die machine uit te proberen. Hé, dat lijkt mij best vet. De meester vindt het een slecht idee en stuurt Borreboos weg. En naar school bij de gymzaal. Het zal wel, denkt de meester, maar de klas denkt er anders over. Na school gaan ze namelijk meteen naar de gymzaal. Kom maar, kom maar! Wow! Check dat! Foto! Welkom bij de uitvinding van de eeuw! Wat jullie zo gaan zien, heeft nog nooit iemand gezien. Het zal wel. Ja. Dit ding werkt toch helemaal niet? Dan mogen jullie als eerste de tijdmachine in. De spanning is om te snijden. En nu? En nu is het tijd om terug te gaan naar het verleden. Oké. Licht uit! Wow! Dat is cool. Huh? Wat zijn ze nou? Huh? Werkt dat ding echt? Ik wil ook! De volgende! Dat waren de laatste. Doe de lamp maar aan. Wat heb je gedaan? Ze zijn weggeteleporteerd. Waar zijn ze naartoe? Dat is een goede vraag. Geen idee.
misschien nooit meer terug. Oh, Moes, wat heb je gedaan? Wat is hier aan de hand? Ze zitten midden in de Tweede Wereldoorlog. We zitten vast in een concentratiekamp. Hoe kunnen we helpen? Probeer naar binnen te komen. Snel, voordat de Duitsers komen. De kinderen zijn gevangen genomen omdat ze anders zijn. Ze zijn Joods. De pestkoppen beseffen zich dat ze misschien net zo erg zijn, omdat ze ook kinderen buitensluiten. Hé, hey, wat maken ze daar? Halt! Ah! Oh nee, de Duitsers! Voilà, zijn handgranaten! Weer zie je! Zijn we nu terechtgekomen? Wat ziet het hier allemaal mooi uit? Sesam, wij begroeten u! Jullie zullen vechten tot de dood. Wie zijn jullie eigenlijk? Wij zijn Romeinen! Hey, Romeinen, die ken ik van Asterix en Obelix. Wij hebben het alfabet uitgevonden. En wij zijn de bedenkers van het geld. En van de vloerverwarming. Is dat echt van jullie? Vrouwelijke gladiatoren. Hey, dat is Caesar! Ja, en jullie gaan voor mij vechten. Vechten? Wij? Maar wij zijn meisjes. Wij kunnen helemaal niet vechten. Tegen wie moeten we dan vechten? Jullie vechten tegen hun. Oh, wat lig ik ongemakkelijk hier. In die klas lig ik echt veel lekkerder. Doorwerken, jullie! Doorwerken! Hoe lang moet ik nog plukken? Ik haat het om slaaf te zijn. De kinderen van de stapsteen zien de kindslaven. Die moeten keihard werken en wij doen helemaal niks in de klas. Nee, wij zijn hartstikke lui. Ik vind dat wij de kinderen moeten helpen. Doorwerken, ik sla jullie met deze stok. Slavernij is verschrikkelijk. Wat een lekker weertje, hè? De slavendrijvers hebben niets in de gaten. Wie zijn jullie? Oh, we komen jullie helpen. Nou, misschien kunnen jullie ons beter helpen met ontsnappen. En ontsnappen, ja, dat proberen ze. Zo, nu hebben we nog wat extra kinderen bij. Die voor ons het gras zullen plukken. Oh nee, maar dat willen wij helemaal niet. Pech gehad. Nee, niet slaan. Hey, waar zijn we nu terecht gekomen? Zijn dat nu holbewoners? Foto! Oh nee, geen bereik. Wat is de wifi-code hier? De kinderen zien dat de mensen het ook leuk hebben zonder telefoon. Hoe kan dat nou, gezelligheid zonder telefoon? De kinderen vinden echt contact veel gezelliger. Honga, bonga. Zijn we door de tijd gegaan? Dit lijkt precies op onze tijd. Hé, hey, kijk, ze hebben vliegende auto's. Wow, te gek. Wat is dat, een bestuurbare robot? Ik doe alles voor hen. Maar het is toch fijn om ook zelf dingen te doen? Daar word je toch hartstikke lui van? Ja, boeiend. Het ziet er naar uit dat ze door de robots in de toekomst nog luier worden. Is deze goed? Maar dat is diefstal! Ja, boeiend, dat is lekker makkelijk zo. Een radar van politie. Het is de Future Police. Wow, de Future Police! Jullie staan onder arrest. We hebben niks gedaan! Je spreekt nu de waarheid, of ik schiet. 3, 2, 1... Nee! Hey, jullie zijn terug! Yes! De kinderen vertellen wat ze hebben meegemaakt. En wat ze allemaal hebben geleerd. Hey, mijn schoen, die was ik al kwijt. De meester merkt dat de klas positief is veranderd. Er wordt weer opgelet, de kinderen zijn weer aardig voor elkaar. Jullie hebben allemaal een voldoende! Behalve jullie, jullie hebben hem goed! Iedereen had zijn lesje wel geleerd. Nou ja, bijna iedereen. Pak je echt. Ik zal maar snel naar huis gaan, anders ben je echt de Sjaak. Nou, deze corona is nog wel mooi gefixt, hè?
Oh, hé, hey, meteen een special effect erbij. Nou, professor Nou, professor Borreboos, nou die laatste uitvinden. Nou, deze. Nou, professor Borreboos, die laatste uitvindige. Nou. Oh ja? Oh nee? Oh. Welkom bij de uitvinding van de eeuw! Kijk dus door naar mij! Blijf, zoek maar een paar kinderen uit. Oh nee! En dan? Jippie! Ja, nee, te laat, terug. Sneer! Nou, meester Henk, special effect. Wat fijn dat je een liedje gaat zingen. Oh. Fijn dat jij bij... Oh, die... Nee. Oh nee, jullie maken mijn hele keuken kapot! Jullie maken onze hele keuken kapot! En jullie maken de hele keuken kapot, stop! Stop, doe niet. Oh, jullie maken onze hele keuken kapot! Oh nee! We lopen en nu zie je iets. En... Hey! Oh nee, dat is een auto. Zij zijn die... Jullie zullen vechten tot de dood. Oh, er komt dan net een vrachtwagen voorbij. Niet lachen. Ah! Okay. Stop, politie! Stop! Nee! Plekken. Oh, daar loopt een meneer langs. Oh, hoi.